Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Arnotaal Makelaardij, Electcars, Technical Partners en Zwennes Den Haag. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal TV. Tijd weer voor de wedstrijd van de week. En dit keer kozen we voor een duel in de vierde klas. En wel tussen Gedia en SV Erasmus. De beide trainers komen straks aan het woord. Maar ik ga er eerst over praten met onze analist Ben van Dam. Ben, hartelijk welkom. Ja, de wedstrijd Gedia tegen SV Erasmus. Gaan we eerst eens praten over de thuisploeg. In dit geval Gedia. De ploeg staat momenteel vijfde. Ja, ik denk dat ze best wel ambitieus zijn. Dat lijkt me wat aan de lage kant. Ja, Gedia heeft de laatste twee wedstrijden niet tot winst kunnen komen. Eén keer gelijk en één keer verloren. Dus ze zijn wat weggezakt uit de bovenkant. En daarvoor heb ik ook gelezen dat ze eigenlijk maar twee keer net hebben gewonnen in de laatste minuten. Dus ik denk dat ze toch een moeilijke start hebben. Terwijl ze, denk ik, voor dat niveau op dit moment een goed elftal hebben. Ja, zeker. En kijken we even terug naar afgelopen zaterdag. Speelden ze uit bij ODB. Ja, die scheidsrechter laat 12 minuten lang doorspelen. Ja. En dan scoren zij, ik geloof in die 11e minuut, de gelijkmaker. Ja. Dat was natuurlijk ook weer een narrow escape. Ja, inderdaad. Dus dat is eigenlijk de derde keer op rij dat ze punten pakken. Maar in de allerlaatste minuten, dan kan je ook zeggen van ze zijn heel fit en ze zijn conditioneel beter dan de tegenstander. Dat zal misschien ook zo zijn. Er zal ook een stukje geluk bij zitten. Maar Gedia moet inderdaad zeker de puntjes halen. Want ze staan nu toch 4-5 punten achter op de bovenste. Anders gaan ze wel verder wegzakken en bij winst zaterdag, dan kunnen ze toch weer aanklampen bij de bovenste plaats. Ja, goed, Gedia heeft ervoor gekozen dit seizoen voor een nieuwe ambitieuze jonge trainer, Robin den Dulk. Was jeugdtrainer bij SVC 08. Het is best wel eens goed dat een club probeert om een jonge trainer ook een bepaalde kans te geven. Ja, absoluut. En dan moet je hem ook de tijd geven, want dat is natuurlijk niet makkelijk als je zoveel jaar jeugd hebt gedaan. En je moet senioren doen, dat is toch weer heel anders. En ik denk dat hij op zich, dat hij het wel aardiger kan rooien met deze jongens. Maar ja, weet je, ook op dat niveau, op een gegeven moment als je de punten niet gaat halen, je gaat beneden de ambities van de club werken, ja, dan wordt het toch lastig. Dus ik hoop dat die jongen alle tijd krijgt om alsnog met Gedia door te gaan. Ja, ze hebben bij Gedia natuurlijk wel een oude rot lopen, Dennis Lubout. Inmiddels 43, maar ja, hij staat wel zijn mannetje daar. Er zit geen grammetje te veel aan. Nee, die komt zeker niet aan. Dus inderdaad, de jongen, die kan je niet heugen in Gedia zonder de naam Lubout erin. Ja. Dus ja, hartstikke leuk dat hij zo lang doorgaat. En ik denk ook voor die ploeg op dat niveau is het heel belangrijk dat je zo'n jongen nog erbij hebt. En die jongen zal dus de trainer heel goed kunnen ondersteunen. Ja, maar je ziet het ook in zo'n wedstrijd. Ik heb het zaterdag ook gezien. Zelden een foute paas inspelen, goed inzicht en ook organisator achterin, die kun je wel goed gebruiken nog. Ja, nee, absoluut. Ik denk dat het lopen wordt misschien op een gegeven moment wat minder. Maar dat zijn jongens die zijn altijd op het goede plekje en die zullen inderdaad heel weinig een bal naar de verkeerde kleur spelen. Ja. En die zullen ook qua coaching in het veld heel belangrijk zijn en een verlengstuk zijn van de trainer. Goed, Gedia, dat speelt dan zaterdag op Malensteen thuis tegen SV Erasmus. Je gaf het zelf al aan. Ja, dat is wel een wedstrijd, die mogen ze niet verliezen. Om inderdaad die aansluiting te houden. Ja, het wordt voor hun een cruciale wedstrijd om in ieder geval te kunnen blijven. De ambitie te kunnen houden voor de bovenste plekken. Doe je dat niet winnen, dan gaan ze denk ik eventjes in de middenmoot spelen. En dan kan je altijd weer afwachten of het altijd nog wel gaat komen. Maar dan zijn ze even weg. Goed, nou we gaan eens even babbelen met de trainer van Gedia, Robin den Dulk. Ik zocht hem op Sportpark Malenstein. Robin. Hoe bevalt het tot nu toe als hoofdtrainer bij Gedia? Heel goed. Heel goed. Ik heb het onwijs naar mijn zin. Ik ben hier fantastisch opgevangen. En je ziet het nu. Het is een schitterende club met waar heel veel leven is. Nog niet genoeg. We moeten in de jeugd met name eraan werken. En dat gaat ook wel steeds beter. Daar zijn ze heel hard mee bezig hier. Maar ik vind het een schitterende club. Ja. Dus ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja. De club waar je vandaan komt, ja, dat was ook volop leven. Ja. Ja, ik denk, ja, absoluut. Wat dat betreft is het vergelijkbaar. Daar is het natuurlijk wel iets groter en massaler op dit moment. Maar daar heb ik ook heel erg naar gekeken hoor, bij mijn afwegingen om dit te gaan doen. Het moest wel een club zijn waar ik een goed gevoel bij had en waar veel leven is. Ja. Je was tot nu toe jeugdtrainer, nou ben je hoofdtrainer. Wat is nou het wezenlijke verschil of verschillen die je merkt? Het grootste verschil is denk ik de omgang met de spelers. En dat heeft natuurlijk te maken met
Ja, jeugdspelers zijn vrij gehoorzaam over het algemeen. Althans, in die zin, die nemen heel veel van je aan. En nu krijg je met jongens te maken, ja, die hebben alles al meegemaakt. Maar dat vind ik juist wel heel leuk. Ik heb dat bij SSC bij het eerste ook al meegemaakt als assistent. Maar dat is het grootste verschil. Ja. Ja. Nou, bij GDA natuurlijk wel een jongen lopen die al heel wat jaren meeloopt. Inmiddels 43, Dennis Lubout. Ja. Is het toch een bepaald verlengstuk misschien voor jou in het veld? Absoluut, absoluut. Het is echt de drijvende kracht in de selectie. En ja, een jongen met heel veel ervaring natuurlijk, waar ik ook heel erg veel aan heb. Ik heb ook heel veel overleg met hem over dat soort dingen. Dus dat is denk ik een unieke situatie, maar voor ons ontzettend waardevol. Ja. Ja. Met wat voor doelstelling begon je aan het seizoen bij GDA? Of eerst van, laten we eerst maar eens gaan beginnen? Dat laatste sowieso natuurlijk, maar wel, ja, ik denk als je zo'n jaar hebt gehad als ze vorig jaar hebben gehad bij GDA, met name na de winterstop, dan moet je als doelstelling hebben dat je voor promotie gaat spelen en dat willen we ook heel erg graag. Daar ben ik ook wel voor gekomen. Hoe goed kende je GDA voordat je hier naartoe kwam? Ik kende GDA vanuit mijn eigen verleden vooral, met een fantastische jeugdopleiding en een schitterende zondagafdeling. Ik ben ze ook wel altijd blijven volgen, ik ken de vorige trainer Ronald Paats ook vrij goed. En vanaf het moment dat ik rond ben gekomen met de club, ben ik bijna wekelijks wel gaan kijken. Dus ik kende ze bij aanvang wel aardig, moet ik zeggen. Ja, tot nu toe, maar één wedstrijd verloren was tegen BMT. Ja, klopt. Klopt. Links en rechts wel een paar puntjes laten liggen die ik liever erbij had gehad. Maar ik denk dat we al met al best een moeilijk programma hebben gehad al, veel uitwedstrijden. En dat we het dan niet heel erg slecht doen. Een aantal weken geleden had je me gevraagd, had ik gezegd, we doen het echt heel goed. Nu hebben we toch wel 5 hele dure punten laten liggen. Dus, ja, maar goed, aan de andere kant, afgelopen zaterdag wedstrijd tegen ODB, bizarre wedstrijd trouwens. Ja, daar pakt hij toch op de valreep nog lekker een puntje mee. Ja, daar hebben we wel een beetje een handje van. Dat doen we wel vaker dit seizoen. Ik zie het liever wat eerder beslist, eerlijk gezegd. Ik denk wel, natuurlijk, je wint uiteindelijk een punt omdat je hem zo laat pakt. Maar gedurende de wedstrijd en gezien het wedstrijdbeeld denk ik dat we onszelf 2 punten tekort hebben gedaan. Zaterdag dan ontvangen jullie op Malenstein SV Erasmus. Ja. Dat doet ook wel aardig mee hier bovenin op dit moment. Absoluut. En volgens mij hadden ze vorig jaar ook al een heel behoorlijk ploegje. Dus dat is wel een ploeg waarvoor we gewaarschuwd zijn. Er lopen natuurlijk wat ervaren jongens in die ook van hoger niveau komen. Dus voor ons een heel mooi affiche hier op ons eigen terrein. En een uitgelezen kans om weer direct aan te sluiten. Wat verwacht je voor wedstrijd? Ik verwacht eigenlijk een beetje een wedstrijd in de lijn met die van ODB. Ik denk dat Erasmus een ploeg is die ook wel graag de duels zoekt. Met een aantal hele gevaarlijke jongens voorin, van wat ik heb gezien tot nu toe. Ja, voor ons zal het zaak zijn om daar ons onderuit te gaan voetballen en te zorgen dat we punten gaan pakken. Ja, je hebt je al een beetje verdiept in hoe ze spelen, dat Erasmus. Is het moeilijk om aan informatie te komen? Ja, dat is wel heel lastig. Die is niet echt voorhanden. Ik spreek wel eens met trainers van andere teams natuurlijk. Dus daar zullen we deze week extra aandacht aan besteden. We weten in de basis hoe ze spelen en wat voor types ze hebben. Er zitten ook wat jongens bij die kennen onze assistenttrainer Ron Ridderhof. Kent ze goed. Dennis Lubout kent natuurlijk vaak veel jongens. Dus we weten wel een beetje waar hun krachten liggen. Maar het blijft altijd afwachten, ja. Durf je al een voorspelling te wagen? Ik denk als wij eindelijk een keer vroeg gaan scoren, dat we wel eens een keer naar een 2-1 of 2-0 overwinning kunnen gaan. Ja. Tot zover Robin den Dulk, de trainer van GDA. Ja, Ben, dan gaan we naar de tegenstander van de zaterdag van GDA, SV Erasmus. Die staan naar, wat zijn er gespeeld? 6 wedstrijden, toch heel knap daar in die kopgroep genesteld. Ja, Erasmus staat echt in de kop, hè? Want de afgelopen week hebben natuurlijk de mede koplopers hebben 1 de punten laten liggen. BMT was dat volgens mij die de punten liet liggen. Ja, dus die komen goed bij en die gaan bij een winstpartij zaterdag tegen GDA. Zullen ze dus echt voor de bovenste plek gaan. Ja, je staat nu nog maar 3 puntjes achter PGS Vogel. Dat het overigens ook wonderbaarlijk goed doet tot nu toe. Ja. Dus de afstand is heel gering. Zeker als ze natuurlijk de punten weten te pakken. Nou, er staan natuurlijk een aantal ploegen bovenin kort bij elkaar. Maar ik vind daaronder staan ook nog wel een paar ploegen die je niet moet uitschakelen. Want die kunnen ook nog wel komen. Het is natuurlijk ook een hele leuke Haagse pool. Hè, allemaal regioploegen. Ja, dan kan het van week tot week kan het verschillen. Dus ik denk dat het best ook nog wel kan. De mensen die nu in de middenmoot staan, de ploegen, die kunnen best wel erg omhoog komen. Maar andersom ook, ploegen die nu bovenin staan, met een beetje pech zak je weer zo terug naar de onderste regionen. Ja, nou goed, dat SV Erasmus won afgelopen zaterdag. Ruim met 5-0, maar ja, dat is tegen HPSV, dat is nu geen echte graadmeter, denk ik.
Nee, die politieploeg die moest weer natuurlijk weer ergens optreden. Dus die hadden misschien wat minder spelers. Nee, dat is allemaal wat minder. Maar die moet je altijd wel winnen. Hè? Want door het van de onderste ploegen winnen is vaak nog moeilijker dan dat je echt een derby hebt voor bovenin. Dus wat dat betreft een knappe overwinning. Ja, hier spreekt een oud trainer. Nou ja, misschien wel, ja. Ja, oké. Okay. Goed, Erasmus vroeger, op zondag, altijd een gerenommeerde club op niveau ongeveer derde klas. Ik denk dat die club het best wel leuk zou vinden om nu, de zaterdag, een keer dat stapje te maken uit die vierde, ook weer naar die derde klas. Ja, dat zou heel leuk zijn. Erasmus is natuurlijk in de fusie gekomen ook, hè, waar GDS onder andere ook in zat. Ze speelden op hetzelfde complex waar GDS speelde. Ja, dat roemruchte GDS van destijds. Ze hadden natuurlijk ook de namen Koers, Essers, Valkenhof. Dat was natuurlijk best een goede vereniging. Die ook, dacht ik, nog wel zelfs op de tweede klasniveau hebben gespeeld. Ja. Ja, dat zou voor Erasmus natuurlijk geweldig zijn om in ieder geval een stapje omhoog te doen. Want dat verdient de club. Ja. Nou, GDA dat moet eigenlijk winnen om bij te blijven. Dat geldt toch in iets mindere mate voor Erasmus. Ik bedoel, als die daar met een punt weggaan, is er nog niks aan de hand. Dan blijven ze er ook nog bij. Ja, dus die druk is misschien wat minder groot. Ja, dat denk ik ook. Hè. De druk van GDA zou groter zijn, want A, die spelen thuis en B, die moeten winnen. Natuurlijk wil Erasmus ook winnen om bij die bovenste plekken te blijven. Om echt goed mee te doen. Ja, die zou met een gelijkspel inderdaad ook heel tevreden kunnen zijn zaterdag. Ja, wat doen ze een voorspelling voor die wedstrijd? Nou ja, ik denk omdat GDA de druk te hoog is. En ik verwacht toch wel dat GDA het thuisvoordeel in hun voordeel gaat beslissen. Dus ik denk dat ze 2-1 winnen. 2-1 winnen, nou goed, we gaan het afwachten. We hebben gesproken met de trainer van GDA, Robin den Dulk. Marlon Taal ging langs aan de Erasmusweg en sprak daar met de trainer van SV Erasmus, Patrick Vink. Patrick, je moet niet ontevreden zijn over het verloop van het seizoen tot nu toe. Nee, zeker niet. Nee, dat ben ik zeker niet. Als je gaat kijken naar de voorbereiding, was dat niet helemaal zoals gewenst. En natuurlijk, je bent in de voorbereiding, dus je bent met allerlei zaken bezig om eens te kijken, ja, hoe ga je er uiteindelijk in de competitie, hoe sta je daarvoor? Dan begin je met je eerste competitiewedstrijd tegen Vredenburg. Ja, daar laat je het gewoon liggen. En die 4-1, ja, dat is misschien geflatteerd. Maar ja, een terechte uitslag uiteindelijk, dat je hem in ieder geval wel verliest. Daarna ga je gewoon, maak je gewoon je punten. En dat heeft nu geresulteerd in daar waar je nu staat. Is je selectie nu zoveel beter dan vorig seizoen? Kan je dat stellen? Nee, ik wil niet gelijk zeggen beter. Ja, we hebben zeker mensen erbij gekregen. En dat maakt het completer. Dus we zijn completer geworden. Maar je bent nu ook alweer een aantal jaartjes verder. En doordat je met elkaar lekker bezig bent en van elkaar leert en ook op een gegeven moment weet wat je aan elkaar hebt en waar je in moet verbeteren, denk ik dat we wel completer zijn geworden. Ja, dat zeker wel. Zaterdag 5-0 tegen HPSV. Ja. Geen echte graadmeter, toch? Nee, maar wel weer leermomenten. Ik denk dat bij een 5-0, als je nu achteraf kijkt, denk ik dat we elkaar, dat we elkaar zelfs tekort doen. We doen elkaar tekort in de stand. Als je al op, na een minuut al op 1-0 voorkomt en binnen 20 minuten is het al 3-0, dan vind ik, maar nogmaals, dat vind ik, had je dat uit kunnen breiden. Zeker wel, ja. Zaterdag, aanstaande naar GDA. Ja. Ja, dat wilt natuurlijk ook graag aanhaken bij de kopgroep. GDA bedoel je? Ja. Ja. En dan moeten wij een stokje voor steken. Ja. Ja, en daar gaan we ook alles aan doen. Dus. Wat verwacht je voor een wedstrijd? Wat verwacht ik voor een wedstrijd? Nou ja, in ieder geval wat je aangeeft. Zij gaan er alles aan doen om natuurlijk dichter bij de kopgroep te komen. En ik denk dat het daardoor ook een leuke open wedstrijd wordt. Een wedstrijd waar jongens elkaar kennen onderling. Bij ons thuis leeft het ook al een week of 2-3. Mijn dochter heeft hoe mag ik dat zeggen? Verkering. Verkering met iemand van GDA. Dus thuis is dat al gaande. Ja, en dan kom je hier op de club en dan wordt dat ook nog eens even toegezongen. Dus dat is alleen maar leuk. En daar geniet ik alleen maar van. Ik hoop dat hij wel beseft dat hij niet de winnende goal gaat maken. Want dan weet ik niet of mijn deur nog wel voor hem open staat. Hoe goed ken je de tegenstander van zaterdag buiten in de familie? Maar kijk vooral naar onszelf. Weet je, hoe goed zijn wij? En ik denk dat we daar eerst naar moeten kijken voordat we naar de tegenstanders gaan kijken. Kijk maar bijvoorbeeld naar afgelopen zaterdag. Nou, jij geeft aan, is het de graadmeter? Dat kan, want je haalt daar ook weer je leermomenten uit. Maar wat ik vooral belangrijk vind, is hoe goed zijn wij en hoe staan wij ervoor en hoe zijn wij ermee bezig? En dat is vanaf vandaag weer. We hebben de kopjes weer leeg, we gaan vandaag weer gewoon lekker starten.
En dan zien we wel wat er zaterdag gaat gebeuren. Maar ik vind het vooral belangrijk dat we naar onszelf kijken. En dat is niks naar GDA toe of zo, of naar welke andere ploeg. Maar ja, ik vind het vooral belangrijk hoe wij ervoor staan. Ja. Erasmus is terug te vinden op plek 3. Ja, wat zijn de doelstellingen verder voor dit seizoen? Nou, op lange termijn hoop je natuurlijk zo lang mogelijk mee te doen om het kampioenschap. Want daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar ik vind vooral, laten we de eerste 3 wedstrijden, en dat zijn geen makkelijke wedstrijden. Dat is na GDA heb je VCS en dan heb je BMT. Laten we dan eens kijken hoe we er dan voor staan. De prijzen worden al, na GDA heb je nog 1 wedstrijd, dan worden de eerste prijzen al verdeeld. En dan is het voor ons, ja, hoe dicht staan we daarbij en wat kan je daar dan op analyseren. Dus ik kijk vooral daarnaar, ja. Ja, tot slot, een voorspelling voor zaterdag, durf je het aan? Of ik het aan durf? Ja. Nou, als ik het niet aan zou durven, dan nee, zeker wel. Ik denk dat het een mooie 2-1 overwinning wordt voor Erasmus. Dankjewel, heel veel succes. Yes, hey, dankjewel. Tot zover Patrick Vink. Hij was in gesprek met onze verslaggever Marlon Taal. Ja Ben, tijd voor de voorspellingen. Ik heb weer 6 wedstrijden uitgekozen. We beginnen in de tweede divisie. Scheveningen op bezoek bij AFC. Geen gemakkelijke wedstrijd. Nee, maar Scheveningen speelt altijd het beste tegen hooggeclassificeerde teams. Dus ik denk dat er een 1-1 aan zit te komen. Goed, dan gaan we naar de eerste klasse B. Ja, die zit er elke week wel bij. Er zit altijd wel een leuke wedstrijd bij. Dit keer SV Nooddorp tegen Wippolder. Ja, Nooddorp thuis is denk ik heel sterk. 2-0 voor Nooddorp. Gaan we naar de tweede klasse E. Dat is toch een beetje een streekderby. Vitesse Delft op Tand of Zuid thuis tegen RKDO. Ja, ik denk dat het een overwinning wordt voor Vitesse Delft. 3-1. Gaan we naar de derde klasse B. Ja, als we praten over derbies, blijven we het over derbies hebben. De derde klasse B, Lira tegen Naaldwijk. Jongen, dat zijn toch mooie potten. Laten we daar een leuk gelijkspel van maken. 3-3. Zo, de mensen krijgen doelpunten te zien. Absoluut. Dan gaan we naar de vijfde klasse B. Twee clubs die ook meedoen in de bovenste regionen. DVC speelt thuis tegen de ploeg van Ali Boussabon, GSC Esdo. Ah, Ali Boussabon, oud speler van mij, dus die gun ik de winst. 0-1. Nou, en dan sluiten we af met een wedstrijd ook in het zondagvoetbal. Er is tegenwoordig niet zo gek van op zondagvoetbal. Heel weinig. Dit keer in de vierde divisie op zondag. HBS thuis tegen SJC. HBS afgelopen weekend knap periodetitel binnengehaald. Ja, bedankt, geweldig. Bedankt aan de RKVV. Nou hè, hoe kan het lopen? Ja. En ik gun het HBS natuurlijk heel erg. Ik heb er ook nog een jaartje mogen werken. HBS thuis is wel heel erg sterk op dit moment. Dus ik denk wel dat het een 2-1 overwinning wordt voor HBS. Tegen SJC. Nou goed, we hebben ze allemaal genoteerd. We gaan kijken wat het gaat worden. Bedankt weer voor je analyses en je voorspellingen. Thuis weer bedankt voor het kijken. Wij gaan afwachten wat het komend weekend gaat worden. En zeker kijken naar die wedstrijd tussen GDA en SV Erasmus. Bedankt voor het kijken. En graag weer tot volgende week. Dan kiezen we weer een nieuwe wedstrijd voor de wedstrijd van de week. Tot dan. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Arnold Taal Makelaardij, Electcars, Technical Partners en Zwennes Den Haag.